Want tussen 4 en 5 vanochtend kreeg ik een abonnement op de wc. Dan weten jullie het wel, wat ik mankeer. Daar hoef ik me verder niet over uit te wijden, maar leuk is het niet. Ja, nou dat gaat mooi dus niet door, hè? Nee. Maar ja, ik heb ze niet uitgelaten. Nee, maar ons lieftallige Mario wel. Hallo. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat zij het even heeft gedaan. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is nog middag. Het is nog geen avond. Nee, het is 5:07. Dat ik jullie erbij haal. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het heeft zo zijn redenen dat ik zo laat ben. De meisjes die zijn al enige tijd beneden, maar ik niet. Nee. Ze zijn ook al 10 keer buiten geweest. Maar nu spoelt het als ik weet niet wat. Nu willen ze niet eens in de buiten. Ik heb net wel de container weer naar binnen gehad met moeite en pijn. Want tussen 4 en 5 vanochtend, toen kreeg ik een abonnement op de wc. Dan weten jullie het wel, wat ik mankeer. Daar hoef ik me verder niet over uit te wijden, maar leuk is het niet. Rijka, hou nou eens op. Doe je nou allemaal de hele bank over de harsjes halen. Moet je nou nog kijken naar het laken, is niet lief. Is dat nou lief? Nou ja. Hier, de hele laken ook los. Was niet zo daarnet. Nee. Banje. Dat weer goed doen. Ja. Ga er eens af. Ga er eens af. Ja. Nee, moet jij er ook niet op gaan, hè? Hier. Ook niet. Zo. Ik kan dat wel. Ik ben nog niet eens niet klaar, kind. Nee. Banjertje. Zo. Kom maar. Voilà. Kan ik dit weer weggooien en hier weer een nieuw om te vernielen. Gekje. Gewoon een closetrolletje waar ze al niet lief mee kan zijn. Ja, dat doet die ook wel hoor, die grote. Hè? Ja. En groot. Ja. Nou, en Mario die zal eventjes kattensnoepjes halen voor me. Dus ja, dat komt ook wel weer helemaal goed, mag ik hopen. En kijk of die goed staat, ja. En de meiden moeten nog naar buiten. Ja, dat is het enigste. En dan moet ik, eet brood, want ik durf verder niks aan qua eten. Want eerst moet dat daar van onder weer beter zijn, ja. Ik voel me nog lang niet goed voor dat te gaan. Maar het komt wel weer. Ja hoor, zolang ik daar maar goed ben, komt alles goed, ja. En het is echt vies, smerig, baggenweer. Maar dat zal over heel Nederland denk ik wel wezen. Ja, en het zal nog erger gaan worden, wordt er gezegd, wordt er beweerd. Dus we wachten het af, zou ik zo zeggen. Ja, eerst zien, dan geloven. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk allemaal stuk voor stuk een hele fijne verdere voortzetting van deze eindmiddag. Ga je toevallig al eten of zit je net te eten? Nou, smakelijk eten, bon appetit. Heb je eten al op of strakjes, bon appetit. Ook weer natuurlijk smakelijk eten, bon appetit. En mag het wel bekomen, ja. Een hele fijne avond toegewenst. En als ik weer zover ben, dan pak ik jullie er wel weer even bij. Ja, komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later.
Ja, lieve vrienden, we zijn er weer. Ja, ja. En nog steeds veel pijn in de buik, maar dat gaat er zelf wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. Ja, toch? De meisjes zijn ook al uit geweest en die liggen nog eindelijk voldaan. Vooral Rijka eindelijk, want die was strontlastig met een natte lijf op je schoot willen. Ken je dat? Ja. Nou, dat gaat mooi dus niet door, hè? Nee. Maar ja, ik heb ze niet uitgelaten. Nee. Maar ons lieftallige Mario wel. Hallo. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat zij het even heb gedaan. Ze weet nou ook ongeveer hoe het moet, hè, met die tuig. Ja, gaat goed. Is makkelijk, hè? Ja, zeker. Ja, je hebt je handen in principe vrij als je ze een lange lijn geeft. Ja, precies. Daarom. Ja. Dus heel makkelijk. En dan kent ze nog op de telefoon ook. Maar daar weet ze dat ik nee kwam. Moet oh, dat heb ik niet gedaan, nee. Nee. Nee, als je met honden loopt, moet je niet met een telefoon bezig zijn. Maar nee. Je aandacht bij de honden houden. Dat is net zo min met kinderen. Als je kinderen hebt, ga niet met je telefoon hangen ze. Maar hou je aandacht bij je kind of kinderen. Ja. Want voordat je het weet, lopen ze de weg op. Ja, hoe dan? Nee, niet goed te praten. En dus, maar ja, ik heb net een bakje koffie op. Mario ook weer. En ik ben bezig om met een vlog te beginnen en we gaan straks weer goede tijden, slechte tijden kijken, maar dat duurt nog wel even, want het wordt nou pas 6:30, zoiets. Kijk eens op dat ding. Ja, 6:30, ja. Twee minuten voor 6:30. 2 minuten voor 6:30. Dus ja, om 7:00 eerst CS to the dress. Yes. En om 8:00 GTST. Ja. En om 8:30, dat kun jij vertellen. Merit at First Sight. Ja. Dus daar gaan we lekker gezellig naar kijken. En voor nu zou ik zeggen, een hele fijne liefdevolle avond. En tot later. Tot later. Doei doei. Doei doei. Zo lieve vrienden, ja, daar zijn we weer bij jullie aanbeland. Ja, Mario is alweer naar huis. Ongeveer een half uurtje ongeveer. Ja, hè, zoiets hè. Maar ja, wij gaan ook naar bed, want ik ben nog lang, lang niet in orde. Ik heb vreselijke buikpijn en rugpijn. Ik loop nog steeds naar de wc, terwijl ik al 5 Noritten op heb. En voordat ik zo naar boven toe ga, neem ik er nog weer 1 in. Want ik hoop dat ik wel wat slapen kan, want afgelopen nacht was het ook bizar. Omdat ik steeds naar de wc moest. Ik ben er ook misselijk van nu. Dus we gaan lekker proberen te slapen. En dan komt alles hopelijk, hopelijk wel weer goed. De televisie staat nog aan, die gaat ook zo uit. De meisjes die zijn buiten geweest. En ja, het misert nou wat. Dat ik hoop dat Mario wel een beetje droog over is gekomen, want ze wou niet haar regenpak aan. Maar ik had gekeken hè, en ja, het bleek droog te zijn. Maar het misert. Dus dan vraag ik me ook, hoe dan? Het is droog. Op deze dus. Dat was op deze. Nou op die. Ook droog, maar je voelt het miezeren. Dan ziet de buialarm, je ziet dat niet. Maar in ieder geval, maakt allemaal niet uit. Wij gaan lekker toch naar bedje toe. Want hoe laat is het? 22:33. Nou, toch lekker op tijd. Ja. Voor 11 leg ik nog. Zo. Doen we goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, wel terug te slapen, lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed proberen te komen. Ik probeer dat morgen ook te doen. Lukt het niet, hebben we pech. Ja, dan ik weet ik ook niet hoe ik morgen ben. Nee, als ik niet opgemaakt ben, dan weten jullie het wel. Ben ik wel opgemaakt, dan voel ik me wel weer goed. Ja, en dat ging vanmiddag ook eerst wel weer goed dat ik eruit kwam. Maar het is nou weer zo hopeloos. Ben je er een paar uurtjes uit en je valt gewoon om van de moeheid ook. En dan net weer een half uur op de wc gezeten. Ja, het is niet smakelijk, maar het wil gewoon allemaal niet. Nee. Maar in ieder geval, ik heb het nou ook koud. Ik ga gruik klaarmaken. En als ik vannacht beneden kom, nou de computer laat ik hem aan, maar het beeldscherm is uit. Zien ze het ook van buiten of niet? Nee. Dat gaat er geen reet aan ook. Nee. Maar de verlichting gaat uit, de kachel gaat uit en over de kachel gesproken. Laten we dat toch gelijk even doen. Die gaat wel gewoon uit. Word ik al wakker en ik kan niet meer slapen of zo, dan gaat hij gewoon weer even aan. Ja, zo simpel.
Maar we doen hem nou zo even uit. Die verladen. Maar dat wacht altijd, dat duurt altijd lang. Dat is 1 die boven komt. En dat is 2. Nou, dan zet ik hem op weg. En dan gaat hij net 16,5 graden. En dan is hij hier uit. Ja, dus zo dan. En dan gaan we lekker een kruikje klaarmaken. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. En ja, jullie weten het allemaal. Doe gewoon je ding, wat je doen wilt. En ben je net zoals ik, dat je eigenlijk ook belabberd en beroerd vond en of onderweg bent, dan ga je toch ook lekker naar bed. Ja. Dus tegen diegenen die allemaal lekker naar bed gaan, wel rusten, slaap lekker met mooie dromen nogmaals. En ja, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan!